Vandaag staan we stil bij de Tweede Wereldoorlog, maar voor twee jonge jongens uit Amersfoort is de herdenking dit jaar extra bijzonder. Ze gaan vaak oud ijzer zoeken om te verkopen en deze week deden ze een vondst die ze nooit meer zullen vergeten, denk ik. Ze vonden namelijk een Russische granaat bij een oude Duitse bunker. Daar is de ingang van het bunker. Van bovenop kunnen we dat wel zien, maar van hier niet meer. Ik was gewoon aan het lopen en ik was oud ijzer aan het zoeken. Toen zag ik daar, zei ik, hey, ik heb oud ijzer gevonden. Toen pakte ik dat, toen zag ik dat het een bom was. Had je dat meteen door? Ja, ik zei dat al gelijk, want er zat zo'n zilveren rand omheen en ik wist dat die bommen dat hadden. En toen, wat dacht je toen? Niks, toen wou ik hem houden. Was je niet bang? Nee. Oh, hier. Wat is het? Gewoon een stukje ijzerdraad. Bovenop stond mijn fiets daar. Toen heb ik hem daarin gelegd en toen nog wat ijzer erin gelegd. Toen ben ik naar huis gegaan. Ik denk, nou, het zal niks voorstellen. Maar ja, toen ik dus 's avonds hoorde wat het dus was, ja, toen schrok ik heel erg. En toen begon ik ook echt bijna te huilen van wat had er kunnen gebeuren. En dat was gewoon mijn angst. Wat heb je nou gehoord van de EOD? Dat het een brisantgranaat was. Van Rusland, zo'n Russische bom en hij was even sterk als 4 handgranaten. Stel dat, wat had er dan gebeurd? Zo pal voor mijn deur. En dat is heel beangstigend inderdaad, achteraf. Het kan ook gevaarlijk zijn, hè, Danny? Doe je wel voorzichtig? Ja. Misschien ga ik wel gewoon geen bunkers meer zoeken. Danny is hier nu weer enthousiast aan het zoeken naar oud ijzer, maar heb je de regels iets strenger gemaakt? Hoe los je het op? Nou, ik heb inderdaad gezegd dat hij hier sowieso niet meer mag komen. En stel dat hij ergens toch nog zoiets vindt, laten liggen, naar huis komen en dan politie bellen.